Aan de slag met warmte bij bedrijven. Waarom is dit onderwerp nu zo belangrijk? We hebben het natuurlijk over de energietransitie. En we zitten hier vandaag aan tafel ook met interessante gasten. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Mogen jullie jezelf voorstellen. Maar warmte maakt een wezenlijk deel uit van ons energieverbruik. Energiegebruik met name. Want het hergebruik van warmte is uiteindelijk gewoon een mooie energiebron. En dat kan energiebesparing opleveren. En vandaag zoomen we daar meer op in. Want dat is een mooi voorbeeld voor hoe anderen het misschien wel aan kunnen pakken. Want het is nog steeds zo dat in 2050, Paul, moet alles van het gas af. Van het gas af. Ja, zeker. Ja. Paul van Liemt. Ik ben adviseur duurzaamheid bij de gemeente Zeewolde. En hou me met name bezig met energie. Ja, en jij naast jou, Charlie Kok. Charlie Kok, ik ben adviseur bij het Energie Expertise Centrum Flevoland. Afgekort EEF. EEF, afgekort ja. EEF. En begin ik met jou. EEF heeft natuurlijk meerdere takken. Ja, we hebben de ene tak warmte waarbij we de gemeenten ondersteunen bij alles wat ze doen. En aan de andere kant adviseren we gemeenten, financieren we gemeenten. Particulier of ondernemers? Sorry, wat zeg ik? Ondernemers, ja, sorry. Dus je hebt de tak warmte, die is specifiek gericht voor om gemeentes te ondersteunen. Ja. En die andere is dus echt voor de ondernemers. Die is voor de ondernemers en dat is eigenlijk verduurzamen breed. He, dus warmte hoort daarbij, maar ook het verduurzamen van het verbruik. He, dat je zelf elektriciteit gaat opwekken als dat allemaal kan. Aan dat soort dingen moet je dan inderdaad denken. En dan heb je dus de zonnepanelen, de warmtepompen. Dat is waar ondernemers dan vooral bij EEF voor komen. Voor kunnen aankloppen, voor advies. Ja. En, ja. En inderdaad ook als het nodig is een stukje financiering. Maar zit nou die verduurzaming überhaupt wel op het netvlies bij die ondernemers? Ja, nee. Want aan de ene kant heb je bijvoorbeeld, ik moet geen reclame maken, maar een supermarkt. En die zegt, die stelt eisen aan het verduurzamen van de producten die ze krijgen. En dat is op dit moment nog een van de belangrijkste incentives voor bedrijven om te verduurzamen. Aan de andere kant is ook qua kosten en effectiviteit wordt het steeds interessanter om te verduurzamen. Het wordt interessanter om te verduurzamen. Ja, ja. Waarom? Nou ja, sowieso. Bedrijfseconomisch gezien, als je het nu doet, over 10 jaar is het allemaal veel duurder. Dus het is nu goedkoper, heel simpel. Maar aan de andere kant, omdat ook met stroom of met elektriciteit warm te maken, kan een stuk effectiever dan met aardgas. Dus daar zijn ook wel weer kosten te besparen. Hey, en Harold, dat Energie Expertise Centrum, we hebben dat in Flevoland. Is dat ook landelijk iets wat je in alle provincies ziet of loopt Flevoland daar ook gewoon vooruit? Ja, kijk, we hebben dat in Flevoland echt wel dat initiatief genomen om dit ook op die manier te doen. Hè. Een van de dingen, Charlie zei het net al even, van, we hebben ook inderdaad een soort investeringsfonds. Die hebben we echt gefinancierd vanuit ons als provincie zijnde om juist ook die drempels ook weg te nemen. Want we zien ook vaak, en bedrijfseconomisch snap ik dat heel goed, van ondernemers die kloppen bij een bank aan bijvoorbeeld. En een bank wil misschien een deel financieren, maar die zegt ja, er zit een bepaald risicodragend deel aan. Ja, daar zijn wij toch wat huiverig voor, dat financieren wij niet. Nou, en dan zeggen wij dus als provincie, en dat hebben we dan bij EEF neergelegd, dat geld. Daar hebben wij als overheid zijn een rol in. Dus wij willen dat stimuleren, wij willen dat ook aanjagen. En dan kunnen we dus op die manier een lening verstrekken. Nou, daar zit wel iets hoger risico aan. Maar dat nemen we voor lief als provincie zijn, omdat we zeggen, het draagt bij aan die energietransitie die we nodig hebben. En juist ook denk ik ook met die voorlichting en die ondersteuning van die ondernemers. Ja, dat doet ook iets met ons vestigingsklimaat. Als hier een onderneming komt en die wordt direct door een EEF ook geholpen, begeleid. Bijvoorbeeld inderdaad bij een energievraagstuk of bij bestaande ondernemers. Ja, dat doet iets met ons als provincie. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus dat is prachtig mooi dat ook gewoon goed draait. Nou, we komen er straks nog uitgebreid op. Vooral ook hoe jij naar dingen kijkt hè, vanuit jouw expertise. Paul, jij bent van de gemeente Zeewolde. Jullie hebben een prachtig mooi initiatief voor een van de bedrijventerreinen. Daar ben je druk mee bezig. Klopt, de bedrijfsterreinaanpak. En wat wij daar doen is dat we bij verschillende bedrijven langsgaan. We hebben er nu zo'n 20 bezocht. En daar inventariseren we wat zijn jullie plannen. Wat wil je met het verwarmen van je pand? Wat wil je met laadinfra? Wat wil je met zon op dak? Heb je überhaupt nog ruimte op je dak? Wil je dat zelf gebruiken? Wil je dat beschikbaar stellen voor anderen wellicht? Nou, dat wordt geïnventariseerd. We vragen ook of we hun elektriciteitsmeters en gasmeters mogen uitlezen. En op die manier krijgen we een heel mooi beeld wat het energieverbruik is op de industrieterrein. En of er ook ruimte is om wat her te verdelen.
En als je het dan hebt over dat gasverbruik, hè, want we zeiden net al, in 2050 moet alles in principe aardgasvrij zijn. Maar hoe zit het met dat gasverbruik op Trekkersveld? Nou, we verbruiken nogal wat. Op Trekkersveld, er zitten zo'n 100, 150 bedrijven. Er wordt nu jaarlijks ongeveer 5 miljoen kuub gas verbruikt. 5 miljoen kuub? Ja. En dat moet dus allemaal nog, nou ja, op een andere manier worden ingevuld. En hoe zie je dat voor je op een andere manier? Nou, dat is voor een belangrijk deel. Nou, allereerst besparen. Daar begin je natuurlijk. Dat is de allerbelangrijkste stap die je kan zetten. Dat kan zijn door isolatie. Het kan zijn door een andere bedrijfsproces te kiezen. Noem maar op. Er zijn legio voorbeelden. En daar kan even goed bij ondersteunen natuurlijk bij dat proces. Daarnaast zal een deel geëlektrificeerd moeten worden. En daarom lezen we ook de elektriciteitsmeters uit. Om te kijken van hoe zit je in je elektriciteitsgebruik. Heb je nog wat ruimte? Heb je ruimte om te delen? Of heb je juist behoefte om van een ander wat af te nemen? En hoe bedoel je dat? Kun je dat iets meer toelichten? Nou, we hebben hier nu een plaatje voor staan en zie je het gasverbruik. En wat je daar ziet, als je dan het meest linker balkje bekijkt, dat is het gasverbruik in januari 2023. Dan zie je dat het toevallig net 100.000 kuub is. Want dit is maar een aantal bedrijven, dat zijn ze niet allemaal. En wat je ook ziet, is dat je bijvoorbeeld in juni een paar balkjes naar rechts, dat je maar 80.000 kuub verbruikt. Met andere woorden, 20.000 kuub gaat in ruimteverwarming zitten. Dus dat, en daar bedoel je mee, dat is puur de verwarming van je pand. Van het pand op zich. Ja, de andere 80.000 kuub die stop je in je proces. Nou, en wat de makkelijkste warmte is die je kunt verduurzamen, is toch bedrijf, of het verwarmen van je pand. Dat kan heel simpel, net als bij een woning met een warmtepomp bijvoorbeeld. Heb je een beetje stroom voor nodig? Nou, en dan ga je dus kijken naar het elektriciteitsverbruik. En dan ga je kijken, heb je daar ruimte voor? En zo ja, dan kan je elektrificeren. Zo nee, dan moet je geen ruimte gaan zoeken. Nou, en daar zijn we dus mee bezig om in het collectief te kijken, waar zit ruimte en hoe kun je het herverdelen? En iemand die zit er dan nu bijvoorbeeld aan zijn tax, en door samen te werken met een ander, kan dat veranderen? Ja, daar hebben we ook een mooi plaatje van. En in het bovenste plaatje zie je nu één bedrijf. En wat je ziet is dat hij zijn piek overschrijdt. De paarse lijn die bovenin staat, dat is het vermogen dat hij mag afnemen. Dat mag hij 24 uur per dag afnemen, maar dan mag even, je niet overheen. Dat hij mag afnemen, daar zijn gewoon, voor alle bedrijven zijn daar maxima aangesteld. Ja, je hebt gewoon een contract met je energieleverancier en er staat dan, je mag, nou ja, in dit geval 1 megawatt geloof ik, dus 1000 kilowatt mag je afnemen. Nou, dat is die lijn die je er bovenin ziet. En wat je ook doet, maakt niet uit als je er maar onder blijft. Nou, dit bedrijf is dus een probleem, want er gaat er op een paar momenten overheen. Heel klein beetje, maar het is niet toegestaan. En dan krijg je dus een brief van Leander en die zeggen van, nou, beste meneer X of A, je moet wel gaan zakken, want dit past niet. Dit gaat gewoon niet lukken. Zij hebben natuurlijk sowieso hun ruimte om nu te gaan verwarmen. Tenminste niet in die periode. Want wat je hier in feite ziet, is een etmaal opgedeeld in kwartieren. Je ziet precies, s'nachts gebeurt er weinig. Om 8 uur gaat hij aan of om 6 uur. Ik kan niet precies zien hoe laat het is. En dan gaat hij opstarten. En de piek zit om 1 uur of 9 s'morgens, zeg maar. Nou, allereerst kan ik gaan kijken, kan ik die piek gaan spreiden over de dag? Nou, dat is een eerste stap. Maar wat je ook ziet, als je nou met samen gaat werken met je buurman, dat zijn die 2 gele lijntjes. Dat is 1 buurman met 2 aansluitingen. Die heeft heel veel ruimte op zijn aansluiting. Samen zakken ze ruim onder die paarse lijn. Dan heb je ruimte om te gaan herverdelen. Dan kan je kijken naar verwarming. Maar als je kiest voor laat infra, is dat ook prima. Als je kiest voor het uitbreiden van je proces of van je bedrijf, is ook prima. Het biedt gewoon ruimte. En dat is wat we aan het doen zijn nu in Zeewolde. Kijken waar de ruimte zit. En is aan de bedrijven hoe ze dat herverdelen. Wat mooi. Dus je wil gewoon de alle beschikbare stroom gooien als het ware op een hoop. Dat is het doel. En dat verdeel je onder de bedrijven zoals het nodig is. En dat noemen we dan ook een groepscontract. En daar zijn we naartoe aan het werken uiteindelijk. Dat is experimenteel. Dat gebeurt nog niet overal. Dat gebeurt nog bijna nergens. Dus we hopen dan ook dat we pilotgemeente worden binnenkort. En als dat het geval is, dan kunnen we samen met Leander gaan kijken of we hier een groepscontract kunnen afsluiten. Of we, de bedrijven, want daar staan we als gemeente dan weer buiten. En als dat het geval is, dan kan je dus zelf bepalen hoe je energieverbruik verdeelt. En oké, dan heb je het groepscontract. Jij noemde eerder een keer energiehubs. Kijk, in feite is dit natuurlijk ook samen op zo'n bedrijventerrein. Ja. Maak je eigenlijk een energiehub van. Maar het experimentele hiervan, van deze, want we lopen nu, en dat is terecht dat je zegt ook, tegen die wet en regelgeving aan. Dat was precies het gesprek wat we ook hebben gehad met de koning. Is ook precies het gesprek wat wij als provincie hebben met
Met de minister en minister Rob Jetten. Waarbij we zeggen, nou, het minister heeft aangekondigd, we gaan met onconventionele maatregelen aan het werk. Daarvan hebben we gezegd, geef ons die experimenteerruimte om dit soort te kunnen doen. Dit soort groepscontracten. Want we zien het op allerlei bedrijventerreinen zien we het komen. Dat de ene energie opwekt op zijn dak, die je eigenlijk zelf niet kan gebruiken in zijn bedrijfsproces. Maar zijn buurman kan het, en dan gaan ze nu tegenwoordig met een draadje soms. Mag niet. Maar ja, ondernemers zijn innovatief. Terwijl als je zegt, als je nou gewoon gezamenlijk dat contract gaat afsluiten, dan kom je er gewoon. Ja. En het mag nu niet van regelgeving, maar dit zijn een van die dingen, dat hebben we bij de koning ook. Als dit nou zou kunnen worden veranderd, dat je meer in die groepscontracten gaat, dan heb je een heel groot deel van die netcongestie, want daar loop je eigenlijk, daar hebben we het over, daar loop je, die kun je dan oplossen. En ondernemers willen wel, hè, want die weten heus al, collega A of collega B heeft op dat moment een piek erin zitten, maar heeft de rest van de dag redelijk gelijkmatig verbruik. Dus dat zijn echt mooie initiatieven. En het is ook goed dat een gemeente daar ook mee aan de slag gaat op die bedrijventerreinen. Dat is echt noodzakelijk. En Charlie, ik zei al van, jij weet ook veel van het gedrag van ondernemers en van andere doelgroepen misschien ook wel. Maar we focussen ons nu natuurlijk op die ondernemers. Is het ook echt zo dat mensen ten diepste wel willen samenwerken? Want soms is het zo van, ja, maar als het met mijzelf maar goed gaat, als ik mijn toko maar kan draaien. Nou, het is eigenlijk een beetje logisch verdeeld. De hele grote, die willen voor zichzelf zorgen. Die willen zelfstandig zijn, autonoom zijn. Maar met name het kleinere, ja, toch ook wel grote, kleine middenbedrijf, die staan daar wel open voor. Overigens gaat de nieuwe energiewet, die gaat hopelijk, want we moeten nog afwachten wat het precies gaat regelen, maar die moet in dit soort dingen gaan voorzien. En ik hoop wel dat die heel snel komt, want dan kunnen we veel meer dingen gaan experimenteren en gaan uitvoeren die nu worden tegengehouden, omdat het gewoon niet mag inderdaad. Er ligt volgens mij een motie klaar van Greenwis om dit inderdaad voor elkaar te krijgen. En samen met Liandre hebben we ook richting de Tweede Kamer ook aangegeven, doe dit nu. Ja. Neem deze motie nu aan, want dit helpt ons in de praktijk. En dat betekent dus ook dat de pilot die jullie graag willen zijn voor Liander, dat ook makkelijker tot stand kan komen als die energiewet aangenomen wordt. Zodra die ruimte er is, kunnen wij ermee aan de gang. Ja. En met dit collectief willen we natuurlijk ook kijken of we gebruik kunnen maken van de subsidie die de provincie nu biedt. En op die manier sluit het mooi bij elkaar aan. En hoop ik dat we op vrij korte termijn richting zo'n groepscontract kunnen en zo'n energiehub. En wanneer houdt nou jouw verantwoordelijkheid, of de verantwoordelijkheid van de gemeente, laten we het zo zeggen, wanneer houdt die nou op? Nou, in principe faciliteren wij. Dus wij zijn dit proces gestart. Wij investeren in die scans. En op het moment dat we voldoende inzicht hebben en denken van oké, nu hebben we een mooi beeld, hier kunnen we mee verder. En dan wordt er waarschijnlijk een coöperatie of een BV opgericht. En dan pakken de bedrijven het zelf over, de ondernemers. Stappen wij terug. Waar nodig faciliteren wij natuurlijk. Maar in feite houdt onze rol daarop. Maar met name dat op gang brengen van zo'n initiatief, daar hebben wij een rol in. Om dus alle bedrijven bij elkaar te brengen. Ja. Ja. De neuzen dezelfde kant op. Precies. Qua gedrag zit dat in het bewustzijn. Hè? Want toch, dat klinkt een beetje plat, maar die ondernemer is bezig met ondernemen. Met zijn bedrijf. Dat draaien, het houden, continuïteit, klanten. Dat zijn de dingen waar die mee bezig zijn. En in die zin is inderdaad, zeker om in het begin om aan te jagen, dat we die ondernemers kunnen helpen op een voor die ondernemer toegankelijke manier. Want dat moet natuurlijk ook. Je moet ervoor zorgen dat je met voorstellen komt die aansluiten bij hoe groot is dit bedrijf, wat willen ze, wat voor imago. Al dat soort dingen spelen eigenlijk allemaal een rol. En dat is dus iets wat jullie blijkbaar, of denk ik zeker te weten, heel goed op hebben gepakt als gemeente Zeewolde in dit geval. Nou, wij gaan met in principe alle ondernemers in gesprek en kijken dan hoe dat matcht. En vervolgens is het aan hen om dat in te vullen. En dan kan het zijn dat het dus over verwarming gaat. Het kan over laadinfra gaan. Want wat we eerder al aangaven. Het is ook belangrijk dat bijvoorbeeld een supermarkt elektrisch kan gaan rijden. Nou, ook die ruimte moet je creëren. En dat totaalplaatje, dat mogen de ondernemers dan zelf invullen. En wij proberen daar een basis onder te leggen. Ja, en heb je ook een inschatting van hoeveel energie je eigenlijk kunt vrijspelen als je zo'n project, als dat succesvol is. Hè, dat je die warmte op een andere manier gebruikt of hergebruikt? Nou, het is niet eens zozeer de warmte die je hergebruikt, maar als je kijkt naar die lijnen die we net lieten zien, die paarse lijnen en hoeveel ruimte je daaronder kunt creëren. Je zag al wat er ontstond met 3 bedrijven. Nou, we hebben dat nu met 20 bedrijven bekeken. Die hadden samen een aansluitvermogen van ongeveer 6 megawatt. En dan konden we al 1 megawatt vrijspelen.
Dat is echt wel substantieel. Een zesde deel. Nou wil ik niet zeggen dat je dat per definitie kunt vermenigvuldigen met de rest van de bedrijven. Maar het geeft een indicatie dat er ruimte zit. En dat er een reden is om het verder te onderzoeken. En dat is wat we nu gaan doen met een verdere uitbreiding van het aantal bedrijven. Het mooie is, je zou nog verdere stappen kunnen maken. Hè? Want nu doe je het inderdaad bedrijven met aansluiting die ze hebben. Maar bijvoorbeeld inderdaad als je zegt, nou, we zetten een grote batterijopslag op het bedrijventerrein neer. En daar kun je dus inderdaad de piek die er nog in zit ook nog verder mee afvlakken. Daarmee creëer je nog meer ruimte. Want vaak, we zien gewoon dat, nou ja, in dit voorbeeld zat hij dan om 9 uur, hè, 's ochtends als het bedrijfsproces opstartte. Maar we zien op allerlei plekken dat je bijna gelijkwaardige pieken ziet bij bedrijven. En als je dat zegt, nou weet je wat, als we ruimte hebben op energie, dan laden we die grote batterij vol. En daarmee onttrekken we op het moment dat het piek is. En dan, nou ja, dan heb je het echt over energy hubs. Dan heb je het echt over verdere ontwikkeling van die bedrijventerreinen. Dus nou ja, dit is al een prachtig voorbeeld dat je 1 megawatt vrijspeelt. Maar je kunt het nog verder uitbouwen op die manier. En dat zijn natuurlijk wel de kansen voor de toekomst. Ja, een batterij zal altijd onderdeel zijn van de oplossing. Ja. Dat zie je nu al bij bedrijven individueel. Ja. Maar dat zal ook collectief steeds meer een plek gaan krijgen. Maar zijn mensen daar soms wel huiverig voor die grote batterijen? Of nee, valt het zeker mee? Niet. Helemaal niet. Nee, ze zijn juist erg actief op dat vlak. En je ziet nu dat bedrijven allemaal individueel een batterij gaan aanschaffen. En wij denken dat het collectief in ieder geval beter te sturen is. En waarschijnlijk ook goedkoper is. Want of je nou 50 keer 1 megawatt neerzet, of misschien collectief met de helft uit kunt, dan kan je in ieder geval een beter mechanisme bouwen om het te verdelen. Ja. En het is waarschijnlijk ook wat goedkoper. Dus dat bewustzijn en het samen in gesprek gaan, daar komen we weer terug op dat gedrag van mensen. Ja, precies. En inderdaad, meten is weten. Ook weer zo'n mooie tegeltjeswijsheid. Maar dat is wel, want dan kun je de dingen naast elkaar leggen en op elkaar afstemmen. En wat Harald ook zegt, als iedereen zijn piek in de ochtend heeft, is net als met verkeer, dan zou je bijna overal een paar grote parkeerplaatsen, daar kun je die batterijen dan mee, of iedereen dan blij is om op zo'n parkeerplaats te staan. Dat is niet, maar die stroom, die vindt het niet erg om te wachten in die batterij. Maar dat is eigenlijk wel het principe. En daar kun je met dat meten en die meters uit en die verbruiksprofielen langs elkaar leggen, daar kun je heel veel winst mee halen, denk ik ook. Ja, nou, en dat bewijs, daar zitten we ook volop in dan. Ja. Ja. Hey, en nu las ik ergens iets over een informatieplicht. Ja. Wat is dat? Wat moeten ze dan doen, nou, de ondernemers? Bedrijven die een bepaalde hoeveelheid energie verbruiken, 50.000 kub gas of 50.000 kilowattuur per jaar, die zijn verplicht om aan het Rijk te melden wat ze verbruiken en wat ze doen om dat te verminderen. En die verplichting die geldt al een tijdje, maar je ziet dat die maar mondjesmaat is ingevuld. Nou, wat wij nu doen is dat we in ieder geval ook uitvragen in onze scans, heb je daar al over nagedacht? Nou, en het blijkt dat de groep die nu meedoet, maar dat zijn natuurlijk de early adapters, die hebben daarover nagedacht. En dan vragen we, heb je voldaan aan die informatieplicht? Nou, zo nee, dan bieden wij jou de kans om dat eenmalig te laten doen door ons adviseur. En gaan ze in ieder geval samen dat bedrijf door. Kijken hoe het bedrijfsproces eruit ziet. Welke stappen ze dan moeten zetten. Dat melden ze bij RVO, want daar moet je dat dan melden. En op die manier hopen ze ook weer een stapje verder te zetten om toch een stukje bewustwording weer te creëren. En waardoor dus, om ze eerst een beetje aan de hand mee te nemen door zo'n adviseur van jullie, worden ze vervolgens, leren ze ook hoe ze het zelf gewoon makkelijk of mooi kunnen doen, zo'n aanvraag? Het zou zomaar kunnen dat ze daar een abonnementje op gaan nemen. Want zo makkelijk is het niet om bij RVO te melden hoe je informatieplicht eruit ziet. Het is best een ingewikkeld systeem wat je door moet. En als je dat gewoon, als je daaraan laat begeleiden, en dat hoeft helemaal niet veel te kosten, dan wordt het gewoon keurig voor je geregeld. De lijst wordt doorgelopen, geüpload en klaar ben je. Komen we toch weer bij die regelgeving? Nee, maar dat is waar we continu ook tegenaan lopen. En dat is ook echt wat de provincie Flevoland die brief heeft gestuurd richting het Rijk. Laat ons nou een pilotprovincie zijn om juist dit soort dingen te realiseren. Of we het nou hebben over zo'n gesloten distributiesysteem, of we het nou hebben over regelingen rondom groepscontracten, of andersoortige dingen waarbij we echt kunnen zeggen, nou, daar kunnen we een stap maken. We hebben het hier in onze polder. We willen graag de energie die we opwekken hier in onze polder ook gebruiken. En ik denk dat we ook wel in een soort, ja, prachtig, dat noemen ze dat zo'n paradigma shift, een andere manier van denken. Dat we niet meer alleen maar centraal opwekken en dan, je gaat steeds meer naar decentraal opwekken en decentraal gebruiken. Dus dat wat we hier opwekken of wat we op een bedrijventerrein opwekken, gebruiken we ook op de bedrijventerrein. En eigenlijk uiteindelijk, nou, we moeten allemaal van het gas af. Uiteindelijk zijn er nog heel veel stappen die we kunnen maken. Ook juist bijvoorbeeld met die warmte. Als we kijken met koelhuizen, hoeveel warmte die gebruiken. Nou,
ook daar heb je de gesprekken mee. Zo'n voorbeeld met zo'n koelhuis die inderdaad altijd min 20 staat, bewijs van. Die kan best wel eens een keertje zijn meter op min 18 zetten. Dan is het niet meteen, gaat het mis. Maar in de piekmoment kun je wel die stroomverbruik dan even naar beneden halen. En dan zet je hem 4 uur later zet je hem weer op min 20. Nou, dat soort oplossingen, dat is waar we continu mee bezig zijn met de ondernemers. En de ondernemers, die zijn er vaak, ja, wat Charlie al zei, die zijn aan het ondernemen. En ja, als iemand ze dan attendeert op het feit van, ja, maar als je dit met je buurman afspreekt, of als jij je koel Friese pakhuis, waar je altijd min 20 hebt staan, 2 uurtjes of 3 uurtjes, 2-3 graden minder zwaar koelt, kan prima, maar het gaat in je contract. Dan krijg je ook geen brief van de liander van u gaat over uw piek heen. Kun je dat op die manier mooi met elkaar oplossen? En dat zijn, nou ja, dat is die bewustwording die ontzettend belangrijk is. En daar ben ik ontzettend blij mee. We praten er ook over in de Energy Board met elkaar, met de wethouders die daarvoor verantwoordelijk zijn, maar ook samen met onze partners. Of dat nou EVE is, of dat het andere organisaties zijn die daarin ondersteunen en adviseren. Maar met name denk ik ook, zie ik dat echt, dat de adviseurs van EVE, die zitten echt dicht bij de praktijk. En dat krijgen wij ook weer terug als provincie, maar ik denk ook als gemeente. Van joh, hier lopen die ondernemers tegenaan. Neem dit mee naar Den Haag of neem dit mee op een andere plek. Daar kun je mee aan de slag gaan. En dan kunnen we die regelgeving ook. En nogmaals, regelgeving die er moet zijn, moeten zijn. Hè? Maar we lopen nu nog eens tegen dingen aan dat we denken, nou, het kan wel wat makkelijker of wat laagdrempeliger in ieder geval. Het kan wel anders, ja. Eens. Ja. Ja, want inderdaad, het net omzeilen dat je van de ene fabriek, om het dan maar zo weer te zeggen, aan de andere fabriek kunt leveren. En wat Harold zei, ik heb wat te veel stroomopwek op mijn dak. Als ik die nou rechtstreeks aan mijn buurman kan leveren, dan hoef ik het net daar niet mee te belasten. En dat biedt dan allemaal weer extra ruimte voor anderen of voor uitbreiding van de aantal ondernemers. Hè, want er zitten toch al wel veel ondernemers in de wacht, omdat ze gewoon geen stroom kunnen krijgen. Precies. En hoe sneller we daar adequaat maatregelen op kunnen nemen. En hier is de wil toch wel echt groot ook. Ook van de ondernemers. Als men eenmaal weet van hoe het in elkaar zit en wat ze eraan kunnen bijdragen. Dan is eigenlijk uiteindelijk iedereen bereid om mee te doen. Want ik denk dat jij dat wel kunt bevestigen. Ja. Ja, nee, zeker. De animo is groot om mee te doen. Ja. Zeker. En jullie gaan het dan ook, dit is nu deze pilot. Ja. Hebben jullie de intentie om dit Zeewolde breed te gaan doen? Nou, dan heeft Zeewolde maar 1 heel groot industrieterrein. Daar zetten we dit op in. En dat is in feite het hele industrieterrein. Dus we hebben nog een tweede klein terreintje. Dat is minder interessant om dit op uit te rollen. Maar met name die grote, daar willen we zoveel mogelijk mensen laten meedoen. En dan willen we nu van 20 naar 40 naar misschien in ieder geval de helft van het aantal bedrijven. En ik denk dat we dan ongeveer een beeld hebben wat het grootste deel van het energieverbruik. Laat ik zeggen de 80-20 regel. Denken, als we dat in beeld hebben, dan weten we ongeveer wat we moeten doen om verder te verduurzamen. Ja, en die verduurzaming, en daarmee zijn jullie dan, als je zo'n mooie pilot kunt zijn en het in Zeewolde als een olievlek uitbreidt over die andere bedrijven op Trekkersveld, dat je daarmee ook weer een voorbeeld kunt zijn voor andere bedrijventerreinen in Flevoland sowieso, maar ook misschien wel landelijk. Nou, dit gebeurt op meer plekken, maar we lopen allemaal tegen hetzelfde aan, dat groepscontract is er nog niet. Als dat eenmaal is uitgevogeld hoe dat werkt, dan kan het inderdaad een heel mooi voorbeeld zijn ook voor anderen. Ja. Maar de techniek die we doen is eigenlijk super simpel. Een meter uitlezen, kijken waar de overeenkomsten, waar de verschillen zitten, dat is eigenlijk alles. Ja. En vervolgens moet je daar iets slims mee gaan doen. We hopen dat het op termijn inderdaad zo makkelijk gaat worden voor ondernemers die samen willen werken in de verduurzaming, in de energietransitie, om te zorgen dat we 2050 gasloos kunnen zijn. En daar willen we natuurlijk allemaal heel hard ons best voor doen. Dank jullie wel. We ronden het hierbij af. En ik ontmoet jullie hopelijk een keer weer op een ander moment. En als de pilot draait, we komen graag allemaal kijken hoe het in zijn werk gaat. Hartelijk welkom. En dan kunnen we ook het gedrag van de ondernemers zien, hoe trots ze zijn dat ze het voor elkaar hebben gekregen. Denk kan de handrem eraf. Dan kan de handrem eraf. Juist. Ja. Heel goed. Dank jullie wel. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het Kenniscafé van deze keer. Mooie onderwerpen hebben we weer besproken, Harold, jij en ik, samen met onze tafelgasten. Fijn dat jij er was. En ik hoop de volgende keer dat we weer nieuwe onderwerpen, misschien wat meer over die netcongestie. Wie weet het, nu die subsidie gaat lopen, gaat dat vast helemaal goed komen. En we hadden het over de warmte op de bedrijventerreinen, de windfondsen van de windparken, mooie initiatieven die er zijn in de provincie Flevoland. Meer weten, volg vooral vea.nl.
en de informatie op de website van de provincie. Daar zullen ook de links komen van de organisaties die we vandaag aan tafel hebben gehad. Ik dank mijn tafelgasten voor hun aanwezigheid, voor de mooie gesprekken, zowel in de voorbereiding als hier vandaag. Dank aan de studio voor de goede samenwerking. Dank aan iedereen van de provincie, voor en achter de schermen, voor de fijne samenwerking en het constructieve opzetten van dit kenniscafé. Blijf betrokken bij de energietransitie, want hoe dan ook, komt u op uw pad en tot het volgende kenniscafé.